Het was nog donker toen de telefoon ging in mijn slaapkamer, waar geen telefoon staat. Ik nam op. Een stem met een vreemd accent vroeg of het bezoek deze morgen schikte. Bezoek? Welk bezoek? De hoge delegatie uit Vaticaanstad, zei de stem. Verkeerd nummer, zei ik, en verbrak het contact. Maar de stem belde terug, vroeg of het adres klopte en het uitzicht. De torens, u woont toch achter de Saint-Sulpice? Hoezo? Waarom wilt u dat weten? Geen uitleg, geen antwoord, gekraak. Alleen nog de vraag of de code van de buitendeur, inderdaad, 2854 28a54 was. Ik trok het laken over mijn hoofd, liet een wind en draaide me om als een logbeest in een circus tent. Ik sliep weer in, tot opnieuw een bel ging. De deur, dit keer. Aarzelend eerst en daarna luider. De zon kierde door de luiken. Na een koude regenweek beloofde het een wolkeloze dag te worden. Maar ik liet het licht niet tot me doordringen en kneep mijn ogen stijf dicht. Ik had lang geslapen. Te lang voor me doen. Zeker negen, tien uur, dwars, dwars door de kerkklokken heen. Dit was me nog niet eerder overkomen. Misschien was het de wijn die ik gisteravond in mijn eentje had gedronken. Een veel te zware Bordeaux. Ik hoorde stemmen. Een bons. Ik stond op, schoot mijn kamerjas aan en slofte naar de deur. Het duurde even voor het tafereel op de mat tot me doordrong. Twee vleesige ronde gezichten, een en al glimlach boven witte ronde boorden. Verklede mannen, met purpere vierkantige mutsen op hun hoofd, in karmozijnen mantels, afgezet met glanzende koorden. Daaronder rode soutanes, lila hemden, gouden kettingen, forse kruisen en alles deinde. De een maakte een kleine buiging, de ander een knieval en zei prettig. Pardon. de een maakte een kleine buiging, de ander een knieval en zei plechtig. Wat een eer! Eer? Het moest een misverstand zijn. Maar de heren noemden me bij de naam. Ze hadden belangrijke zaken te bespreken en een zware reis achter de rug. Een beringde hand zocht mijn arm. Ik moest ze wel binnenlaten. Stom en gedwee loodste ik ze naar de smalle gang, naar mijn werkkamer. Hun mantels schuurden tegen de muren. Ik excuseerde me voor mijn kleine appartement, voor mijn ochtendjas, mijn ongekamde haren. Er stonden twee lege flessen wijn op tafel. Ik wist niet hoe snel ik ze moest verstoppen. En de bank, wat een rommel. De heren wachten niet op een teken te gaan zitten. Ze schoven een stapeltje kranten opzij en lieten zich met een zucht in de kussens ploffen, buiten adem. Ze vroegen om water. Ik haastte me naar de keuken. Ze dronken gretig. Na twee glazen en een boertje kwam het kruis op hun magen tot rust.